Ik ben Andries Eckhart, ik ben wethouder van de gemeente Leeuwarden, onder andere werk en inkomen en zorg. En verder ben ik vicevoorzitter van de VNG-commissie werk en inkomen, vicevoorzitter van de sociale pijler van de G32 en lid van de werkkamer namens de VNG. En je hebt een aardige stelling, en we mogen tutoyeren in dit panel, want we hebben net heel dicht op elkaar gezeten. Andries, jij zegt niet wachten op de werkkamer. Verklaar u nader. Nee, kijk, de werkkamer die is in het leven geroepen omdat er twee verschillende dingen speelden. De participatiewet die de gemeente graag willen in het kader van de brede doelgroep. En natuurlijk het sociale akkoord gesloten tussen de werkgevers en de werknemers zonder gemeenten. Waarbij we ons heel erg moeten gaan richten op een hele beperkte doelgroep, maar dat weten de mensen hier wel. Nou, dat moeten wij proberen bij elkaar te brengen. En het is lastig genoeg. Welke instrumenten gaan we ervoor gebruiken? Dat doen we samen met de partners. Fred zit ook in de werkkamer. En we moeten wel proberen om daar de komende half jaar uit te komen. Ja. Maar ga gewoon door in je eigen regio. Wacht niet op de werkkamer. Want uit die sessie bleek ook, er zijn al zoveel netwerken, helemaal prima, contacten met werkgevers. En zodra wij dan al te geharnast en vanuit landelijk gaan roepen, dit zijn de regels, over een tijdje, dan hou je de werkgevers niet. Je buurman is, volgens mij moet hij het doen. Ja, geef hem gewoon maar door. We delen alles. Ja. Mijn naam is René Groen. Ik ben directeur werk en inkomen bij de gemeente Utrecht. En ook natuurlijk bezig met de voorbereiding van het werkbedrijf. Mijn inzet is, hou het vooral eenvoudig. Dus we proberen op een simpele manier in overleg te komen tussen gemeente, overheden en werkgevers. En volgens mij kunnen we hard aan de slag nu om te zorgen dat wij ook als één front optreden. Met één set van instrumenten en zonder te veel gedoe tussen kaartenbakken. Ja, zonder te veel gedoe tussen kaartenbakken, want dat is een interessante. Uit die sessie bleek ook dat die kaartenbakkerietes, om het zo maar te zeggen, ieder zijn eigen bakkie, dat eigenlijk, dat jullie zeggen, nou, doe dat maar gewoon landelijk. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, wat ik in ieder geval goed vind, is dat je dat op een grotere schaal organiseert. Niet, vanuit mijn optiek is het, kijken we naar de arbeidsmarkt Utrecht-Midden. Zorgen dat dat in ieder geval ontsloten is en voor werkgevers dat één loket is. Het mooiste is natuurlijk dat je dat ook landelijk doet. Wat net ook in de sessie gezegd was de grenzen tussen die arbeidsmarktregio's, die bestaan natuurlijk op heel veel plekken niet. Nee. En voor mensen is dat gewoon één leefgebied. Mensen dus vanuit Aldel gaan zelfs naar Rotterdam, heb ik begrepen. Dat hoorde ik ook. Ja. Maar hoe werken jullie daar praktisch aan? Want wij willen handreiking en praktische tips. Wat is de gouden tip uit Utrecht dan? Hoe gaan jullie zorgen voor ontschotting? De eerste is dat we nu de partijen die we aan overhedenland nodig hebben om de tafel roepen. Dat wij het gezamenlijke doel proberen vast te stellen. Eén set van instrumenten, één kaartenbak, één aanspreekpunt voor werkgevers. En dat we dat inrichten zodat we op 2 januari klaar zijn. Dat is het doel, maar hoe werken jullie daar praktisch aan? Heeft u een voorbeeld waaruit blijkt van ja, hier maken wij meters? Er zijn al een aantal pilotprojecten waar we ook gewoon ervaring op doen. Mm-hmm. We hebben ook rond de werkgevers servicepunten al veel ervaring in het uitwisselen van gegevens. Kansen die er zijn bij werkgevers. Om te zorgen dat we daar in ieder geval één entiteit zijn. Ja. En welke attitude vraagt dat? Want het is ook vaak een cultuuromslag of attitude. Nou, vooral inlevingsvermogen ook. Wat er bij die werkgever nodig is. Wat voor kwaliteiten dat vraagt van de mensen die je wilt plaatsen. En dat je dat een beetje relativeert ten opzichte van je eigen taakstelling. Vertel eens. Nou, dat was ook een punt wat net in de workshop uitgebreider terugkwam. Je hebt natuurlijk als elke organisatie die daaraan deelneemt, de werkgevers, de gemeente, het UWV, de WSW-bedrijven, hebben ieder hun eigen taakstelling wel. Maar zet die nou niet als eerste voorop. Probeer nou eerst te kijken vanuit de plaatsing. En als dat nou op wat langere termijn leidt tot onevenredigheid in de doelstellingen. Mooi. Nou, doe dan eventjes wat meer voor diegene die wat minder aan bod is geweest. En ik ben heel benieuwd hoe uw buurman daarover denkt. Wie bent u en wat is uw mening over deze stelling? Mijn naam is Ico Kakers. Ik werk bij NUON. En ik ben bij NUON verantwoordelijk voor het werkgelegenheidsplan. Wij bieden 35 tot 40 mensen per jaar ruimte om werkervaring op te doen. En de helft daarvan zijn mensen met beperkingen.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het project van 18 bedrijven om voor te bereiden op de afspraken uit het sociaal akkoord en de invulling van die 100.000 banen. Ja. En merkt u dat wij, zeg ik maar eventjes heel gezellig bij elkaar, nog iets te veel die eigen doelstellingen helder hebben? Ja, u zit al in ontzettend te knieën, of staat op. Ja, ik merk dat zeker. En dat is soms heel lastig. Werkgevers zijn toch geneigd om te kijken van, wij zoeken iemand die past op die plek en die de mogelijkheid krijgt om daar zijn talent te ontwikkelen. En welke denkfout maken veel gemeenten dan? Ik zeg niet iedereen, want dan krijg ik ruzie. Nou, het positieve is dat er heel veel veranderd is. Vroeger werd er alleen maar gedacht vanuit, ik heb iemand in de bijstand en die moet je vooral aannemen. Of ik heb iemand vanuit het WSW-bedrijf en die kan dat heel goed. Tegenwoordig zie je heel veel gemeentes en WSW-bedrijven die slag maken en zeggen van, wat hebben jullie nodig? Waarvoor moet die werknemer aan voldoen? En hoe krijgen we die goed op zijn plek? Dus er is wel heel veel aan het veranderen. Ja. Maar wat weten wij nog niet over die werkgevers? Wat moeten we absoluut op ons hoofd tatoeëren? Op je hoofd moet je tatoeëren. In je hoofd mag ook. dat het bij een werkgever uiteindelijk gaat om wat produceert iemand en heeft die toegevoegde waarde binnen zijn bedrijf. Als je daarbij aansluit, sluit je ook echt aan bij de mogelijkheden die iemand heeft verder op de arbeidsmarkt. Maar hoe werkt dit uit in de praktijk? Een voorbeeld, want dit roepen wij, volgens mij heb ik dit vorig jaar ook met mensen tegen elkaar laten horen zeggen. Maar wat werkte dan bij jullie goed in de praktijk? Nou, in de praktijk, we hebben vanuit Nuon een samenwerkingsverband met de gemeente Amsterdam opgezet. Waarin we niet alleen zeggen van wat wij te bieden hebben als werkgever en wat de voorwaarden daaraan verbonden zijn. Maar waar de gemeente zich ook heeft verplicht om te zeggen van onder welke voorwaarden zij hun werk doen. En dat is een samenwerking. En in die samenwerking zoeken we elkaar op wanneer we elkaar nodig hebben. En dat kan dus zijn dat er iemand bij ons geplaatst is, blijkt achteraf schuldenproblematiek te zijn. Dat wist de gemeente niet. Dat kan gebeuren. Het was fijn geweest als ze het wel weten. Maar in dit geval wisten ze het niet. Vervolgens is er met de gemeente contact opgenomen van ons. En van, deze meneer heeft echt substantiële schuldenproblematiek. En die verhindert zijn functioneren in zijn werk. Ja. Want hij is eigenlijk alleen maar bezig met geld. Samen met de gemeente een oplossing gezocht. De meneer met voorrang, en dat gebeurt dan, bij de schuldsanering aangemeld. En uiteindelijk is dat goed gekomen. Maar dat kunnen wij als werkgever niet zomaar. Daar hebben we de samenwerking voor nodig. En waarom we dat doen met die gemeente? Omdat we gezegd hebben, wij investeren als bedrijf geld, tijd en moeite. We geven iemand de kans. En we zijn op zoek naar een kandidaat die optimaal kan functioneren. De gemeente investeert tijd en geld en moeite. En we zoeken beide het grootste rendement. En een duurzamer rendement. En het duurzame, want dat is de basis. We komen niet alleen van het jaar, maar we zijn er volgend jaar ook en over het jaar weer. En dat geeft vertrouwen. En dan ga je echt kijken naar hoe kun je elkaar versterken in dat proces. En waar ben jij goed in en waar ben ik goed in. Uw buurvrouw, die vindt er ook iets van. Wie bent u en wat is uw appel op de zaal, aan de zaal, hoe zeg je dat? Voor het werkbedrijf. Ik ben Hanne Overbeek, directeur van het Locus Netwerk. En mijn grootste appel is ook dat het werkbedrijf met alles wat ze doen moeten aansluiten bij de realiteit van de arbeidsmarkt. Want dat banenplan is fantastisch. Ik denk dat iedereen met me deelt dat er iets gebeurt bij het bedrijfsleven. Er komt echt dynamiek op gang. Dat kan voor een cultuuromslag zorgen als wij het werkbedrijf ook goed blijven aansluiten op wat die bedrijven willen. En hoe sluit je dan aan bij de realiteit? Want over de vorm van het werkbedrijf wordt ook nog van alles gezegd. Het is een online platform, het is gewoon een netwerkenclub die wat dingen met elkaar regelt. Maar hoe ziet u dat? Ik denk dat het een samenwerkingsverband is, waarin je met elkaar de dienstverlening moet kunnen bieden die de bedrijven nodig hebben. En over dat banenplan, ik denk dat we moeten stoppen met het denken in termen van klassieke banen. Dus die 100.000 banen, dat worden geen 100.000 vaste banen. Zeker niet voor deze doelgroep. Want we weten allemaal dat deze doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt heel erg afhankelijk is van de flexarbeid. Dus ik ben echt een heel groot voorstander dat je dat goed laat meetellen. Ja, dus dat doen we niet, verwachtingsmanagement check. Die stellen we ietsje bij naar beneden wat dat betreft. Geen zoveel vaste banen. Wat gaan we wel doen? Arbeidspool inrichten en echt samen met het bedrijfsleven, zodat je zoveel mogelijk het risico deelt, want dat risico is er natuurlijk. Mm-hmm. En heel erg inzetten op detacheren en groepsdetacheren en die flex mogelijkheden van werk pakken met elkaar.
Want die vraag van de werkgever is niet Harry van 9 tot 5 die twee taken kan doen. Die werkt ook weekends en in ploegen. Wat hoort u daarvan in de praktijk? Dat er veel bedrijven tijdelijk behoefte hebben aan extra werkkrachten. Dat wordt nu ook vaak gedaan door de sociale werkplaatsen. En mijn angst is een beetje dat in het nieuwe model die kansen op werkgelegenheid niet meer gepakt worden. Want wij willen graag een notitie maken van die ene die dan 38 uur ergens kan werken. Of in ieder geval iets vollediger dan die paar uren of ergens op één plek. U wilt gewoon op meerdere plekken dat ze aan de slag kunnen. Ja, want om het heel concreet te maken, bij Heineken in de logistieke centra is het rond Koningsdag en in de lente en de zomer hartstikke druk, hè, met al het bier wat door het land heen gesleept moet worden voor alle festivals. Maar in de winter is het in een ander logistiek centrum weer veel drukker, dat rond Kerst en Sinterklaas al die internet aankopen enzovoort, of van de Philips, al die producten weer gaat en er wordt leveren dan en bestellen. Over die werkbedrijven, nou, gemeenten in de lead, die kunnen alvast ergens mee aan de slag. Hoe geef je dat dan in de praktijk vorm? Moet je dan enquêtes bij bedrijven houden waar ze belang bij hebben? Hoe doe je dat? Ja, ik zou het heel mooi vinden als het werkbedrijf in staat is om echt zo'n duurzame relatie met bedrijven in hun regio op te bouwen, dat die bedrijven zeggen, weet je, ik wil dat als jij mijn flexpool gaat beheren, daar heb ik hartstikke veel belang bij. Dan wil ik best garanderen dat ik een x-aantal uur afneem. Ja, je wilt een probleem oplossen van die werkgever. Ja. En die is dan weer genegen om wat voor jou te doen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat uw buurvrouw daarvan vindt. Ook graag weer. Oh, je hebt ze. Nee, doet u dat? Volgens mij niet. Of hij staat heel zacht. Ik ben Petra Thiel, ik werk voor VNO-NCW. Doet hij het? Half. Ja, ik hoor u. Als het goed nu is, staat u wel. Ja. Mijn naam is Petra Thiel. Ik werk voor VNO-NCW met name in Noord- en Zuid-Holland. Dat is de regionale vertaling waar u veel mee te maken krijgt. Voor ons, als je kijkt naar de uitwerking van het werkbedrijf, is dat inderdaad de samenwerkingsverband Lean and Mean, wat zich essentieel prioritair moet verdiepen in de beleving van de ondernemer en met de onmogelijkheden en de mogelijkheden van die ondernemer om moet kunnen gaan. Want dat, eerst even, zeg maar de negatieve kant. Maak de zin af. U raakt mij kwijt op de volgende manier. Op het moment dat u notities eenzijdig schrijft zonder dat u ons als gesprekspartner betrekt en denkt dat wij met de ondernemers in veelvuldige vergadering gaan nadenken hoe een marktbewerkingsplan eruit moet zien en hoe we dan komen tot die 100.000 banen. Maar u zegt twee dingen. U zegt, u moet mij erbij betrekken, maar ik heb het eigenlijk een beetje te druk voor vergaderen. Nee, mij is gewoon de professional van VNO-NCW. En het werkbedrijf, zoals u weet, zal opgetuigd moeten worden. Nou, bij voorkeur Lean & Mean, met 3 tot 5 ondernemers en vertegenwoordigers van de vakbonden. Op het moment dat je die met alle regeltjes die we een uur geleden ook besproken hebben, confronteert, dan haakt hij af, want kun je hem nooit inzetten als ambassadeur bij zijn collega op bedrijventerrein om daar die ondernemer die koudwatervrees heeft toch die ene extra baan of een groepscertificering bij voorkeur aan te bieden aan het WSP. We doen hem de andere kant op. U krijgt mij en al die enthousiaste werkgevers, want ze willen wel, is overal de boodschap. Zo krijgt u mij er wel bij. Ja, landelijk wordt er afgesproken dat er een no-risk-policy is, dat er een basispakket komt voor het looninstrumentarium, dat u over uw schotten heen kunt kijken waar de arbeidsmarktregio's, bijvoorbeeld in de metropoolregio, 4 in totaal, 1 economie bedienen. Als u daar overheen kunt stappen, als u het belang van uw eigen gemeente voor kunt laten gaan, bijvoorbeeld in de greenport sector waar al 6 gemeenten zitten, dan krijgt u de ondernemers mee. Dan kunt u gaan praten over het creëren van extra werkgelegenheid. Wat wordt er nog te weinig gezegd op congressen als deze als het gaat om het werkbedrijf? Wat hoort u te weinig? Volgens mij hebben we net een aardige sessie gehad. Ja. En wachten we met smart op uitkomst van de werkkamer. Ja, prachtig. Nou, en op de to-do-list van Fred Paling. Want die heeft geen weekenden meer over de komende tijd. Hij zegt, binnen 2 weken presenteert de programmaraad, hij zucht nu al, een lijstje met actiepunten. En die actiepunten gaan onder andere over dit. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld die indicatiestelling. Daar wordt veel over gesproken. Wat heb je daarover gehoord? Heb ik geluid? Heb je geluid? Ik zou de microfoon er even bij pakken. Nee. Of heel dicht tegen mij aan komen staan. Maar doet deze het wel? Ja. Ik wou om te beginnen, ik wou even de zaal een compliment maken. U bent zo prachtig uitgelicht. U ziet het zelf niet, maar ja, het ziet er heel goed uit, hoor. Ja, ja, een blauwe, is een beetje blauwe aanpak.
Fred Paling, lid van de Raad van Bestuur van het UWV, lid van de Programmaraad en sinds kort ook, heel belangrijk, adviserend lid van de werkkamer. Dus ik mag wel meepraten, maar... Nou, dat is al wat. Ja, zeker. Zo voelt dat ook. Als het gaat om die werkbedrijven, is voor mij het belangrijkste dat het gesprek over, om maar even in de metafoor van de verbouwing te blijven, dat het gesprek over de bouwtekening zo'n beetje stopt nu. En dat we in de aanneemstand schieten. Ja, ik noteer u even, we moeten ophouden met praten over wie de belangrijkste is. Ja, dat is ook belangrijk. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat heel veel mensen hebben opvattingen over hoe het sociaal akkoord en de participatiewet er misschien nog beter uit had kunnen zien. Maar dit is de werkelijkheid. Maar zo langzamerhand is het zo, dit zijn de kaarten die we gedeeld hebben gekregen. Daar moeten we het spel nu mee gaan spelen. Ja. Dat gaat over die invulling van die baangarantiebanen. Daar is een kaartenbakje voor nodig. Daar is een goede gezamenlijke werkgeversbenadering voor nodig. Maar er is ook nog een heel lijstje andere dingen die geregeld moeten worden. En die to-do's. Als die indicatiestelling. Ja. En dat is een onderwerp waar ook in die werkbedrijven over gesproken moet worden. En dan wat mij betreft liefst zodanig dat we het ook voor de burgers, hè, de werkgevers zijn belangrijk, maar die burgers zijn ook belangrijk, dat we het een beetje simpel en overzichtelijk maken. Maar wat is want u zei van ja, ik heb een lijstje met to-do's, dat is uw tekst. Wat staat er bovenaan die lijst? Bovenaan de lijst staat wat er nodig is om al in 2014 werk te maken van die afspraak die is gemaakt om extra werkplekken te creëren. Want wat je veel leest en hoort van gemeenten is dat zij zeggen, ja, wij zitten straks met partijen aan tafel, maar welke werkgever mag ik aankijken en hem een soort getal onder de neus duwen van, ja, dit hebben wij nodig, formeel of informeel, maar ze zitten ermee dat ze iemand moeten aanspreken. Of zegt u van, nou, spreek niemand maar aan en sjagger het. Ik snap de vraag. Nou, het is zo dat die gemeenten zeggen, ja, wij zitten straks met de, wie mogen er verantwoordelijk voor stellen, of wie mogen we erop aanspreken dat die banen ingevuld moeten worden. Hoe gaan ze dat doen? Nou, ik denk dat dat juist de toegevoegde waarde moet zijn van het construct van het werkbedrijf. Dat daar niet alleen gemeenten aan tafel zitten, maar ook vertegenwoordigers van werkgevers, van de vakbonden en van het UWV. En dat we dan vervolgens gezamenlijk eens even moeten gaan luisteren naar wat die werkgevers nou een prettige benaderingswijze vinden. En er dan geen of-of verhaal van maken. Ik was gisteren op een grote bijeenkomst georganiseerd door de grote uitzendbureaus. En er zijn werkgevers die vinden het gewoon prettig om een uitzendbureau te benaderen, om die als het ware een soort voorselectie te laten doen. Ja, dan kunnen wij denken, ja, dat doen we liever zelf. Maar ik zou zeggen, als die werkgever dat wil, dan gaan we kijken hoe we dat op een goede manier invullen. En volgens mij wil de werkgever dat, want uw buurvrouw... Ik zou zeggen, er is niet één soort werkgever. Er zijn andere werkgevers die zeggen, ik wil onder omstandigheden best iemand in dienst nemen. Dan moeten we dat regelen. Er zijn andere werkgevers die zeggen, ik wil op detacherings- of groepsdetacheringsbasis iets doen. Dan moeten we dat regelen. Dus als we in dat werkbedrijf nou kunnen zorgen dat er een aantal arrangementen naast elkaar staan, dat die werkgever kan kiezen. En dat wij achter de schermen een beetje organiseren dat die verschillende regelingen en die verschillende instrumenten die er feitelijk zijn, dat een beetje samenhangend pakket wordt, dan maken we meters. Wie gaat die modellen maken? Want dan denkt de gemeente, of u denkt misschien van, ja, moet ik daar maandag zelf mee aan de slag? Of gaat u het wiel uitvinden? Hoe gaan we dat doen? Ook hier geldt, iedereen die aan de slag is, laat die vooral aan de slag blijven. Maar ik denk dat wat we vanuit de programmaraad kunnen doen, is voor een aantal van de onderwerpen die op dat to-do-lijstje staan, voorbeelden geven, modelletjes maken, best practices beschikbaar stellen, zodat als je het nog niet bedacht hebt en je denkt, ik heb geen zin om bij nul te beginnen, ja, dat je ergens mee kan beginnen. En wat ik ook nog wel belangrijk vind, is dat iemand een keer het complete to-do-listje oplevert. Want ik zie heel veel goede dingen gebeuren, maar het is ook wel handig om jezelf te weten, heb ik nou alles gehad of ben ik nog dingen vergeten? Dus veel moeilijker dan dat is het ook niet. Niet flauw bedoeld, maar de programmaraad checklist, zo zouden we hem kunnen definiëren en dat we dan zeker weten dat we op een goede route zitten. Ja. Wat is nog meer, want het ging over een heleboel andere zaken en het wordt wel een statisch gesprek, moet ik zeggen, omdat niet alle microfoons doen. Doet u van meneer Eckhart het alweer? Volgens mij niet, als ik de microfoon dan hier weer naartoe mag hebben. Want het ging nog over een heleboel andere zaken. En nogmaals, wij kunnen niet in een half uur een grote oplossing maken. Maar welk punt wilt u absoluut nog wel maken? Of welke
Nou, ik denk dat we moeten stoppen met elkaar te beconcurreren. En ik vergelijk het toch maar even met Friesland. Mijn streven is eigenlijk om te komen tot één Friese kaartenbak. Dat is de arbeidsmarktregio. Goede afspraken met werkgevers, maar ook met onze lokale UWV, om het zo maar te noemen. Ik hoop ook dat die ruimte krijgen van het landelijk UWV om samen met gemeenten, maar ook met onderwijs, met werkgevers, instellingen om te komen tot een arbeidsmarktplan. En dan gaat inderdaad niet het belang van de gemeente staat voorop, niet het belang van het UWV staat voorop, maar het belang van die mensen in die kaartenbak staat voorop. En het ontzorgen van de werkgevers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En die kansen hebben we nu en die moeten we grijpen. En u zegt dan van dat willen we gaan doen, of één Friese kaartenbak. Waarom is dat nog niet zo? Nou, het gebeurt ook steeds meer. Ik vergelijk het wel eens met de brandweer. Het systeem hebben we nu in Friesland. Heeft de plaatselijke bakker iemand nodig, regelen we het zelf. Maar bijvoorbeeld, er zijn een paar dingen in Friesland. Heerenveen met enorm veel in het kader van de zuivel. Leeuwarden met Campina. Dat kun je niet met je eigen kaartenbakje vullen. Dus dat gaan we echt doen op Friese schaal. En wat mij betreft ook daarbuiten. En wat vergt dat? Want dat ging ook over attitude en, nou, en cultuur. Vertrouwen in elkaar. Een beetje een cultuuromslag. En, dat wil ik toch even weten. Beetje cultuuromslag. Een voorbeeld uit de praktijk. Wat gaat er anders dan 2 jaar geleden bij jullie? Een vacature, heel concreet, die binnen 3 dagen niet door het eigen gemeente vervuld wordt, wordt onmiddellijk opgeschaald naar Fries niveau. En dat is vrij uniek, denk ik. Dat is redelijk uniek. Ik ga weer even het rijtje af, want er waren nog een aantal punten die voorbij kwamen. René Groen, welk issue wil je absoluut nog aanstippen als het gaat om dat werkbedrijf? Nou, de eerste, volgens mij moeten we het ook gewoon vooral praktisch houden. Dus ik ben er heel erg voor om een aantal projecten gewoon te doen. Er zijn nu ook al werkgevers die mee willen werken. Laten we daar nou mee aan de slag gaan en kijken of we vanuit een gezamenlijk instrumentarium dat eenvoudig kunnen maken. Dus gewoon kleine proefjes om het te proberen. Ja, dus inderdaad, we kunnen landelijk, we kunnen lokaal. Is er iemand nog met een aanvulling? Voordat we het allemaal met elkaar eens zijn, is er nog een punt wat nog niet gemaakt is? Nou, het punt is wel gemaakt. Alleen, ik wou er toch nog een zorg aan toevoegen. Oké, één angst, ja. De zorg is de kennis en kunde als het gaat om het begeleiden van de mensen die in groepsdetacheringen dan wel in individuele detacheringen vanuit de WSW nu bij de bedrijven werken. Ik meen dat er zo'n 25.000, 30.000 zijn op dit moment. En de kennis en kunde die daarvoor nodig is, ik denk dat het een vorm gevonden moet worden binnen het werkbedrijf dat die kennis en kunde overeind blijft. Hoeft niet binnen een WSW-bedrijf, maar het moet wel gegarandeerd worden naar de toekomst toe. En de zorg is dat het in een rap topo aan het verdwijnen is. Was gisteren bij een bedrijf, 30 man gedetacheerd vanuit de WSW. WSW-bedrijf komt bij het bedrijf en zegt van ja, ik heb een probleem. 6 van deze mensen zitten op een tijdelijk dienstverband, dat loopt af. Ik mag het niet meer verlengen van mijn werk, van mijn gemeente, vanwege budgetoverwegingen, vanwege de nieuwe participatiewet, enzovoort, enzovoort. Wil jij ze alvast maar even in dienst nemen? Oh ja, contracten lopen af op 1 juli. Nou, dan is voorspelbaar wat er gebeurt. Die werkgever gaat niet zomaar in dat gat stappen. De mensen lopen het risico dat ze hun baan verliezen en dat ze over een jaar weer aangenomen worden. En dan tellen ze mee in het kader van de quotum. Meneer Paling, nou, wat doen we met deze zorg? Dat is mijn zorg. Ik wil wel iets met die zorg. Ik zou alle zorgen wel weg willen nemen. Nee, en ik vraag het niet aan u. Maar, laten we dat even. Want u maar ik zou een punt wat nog niet genoemd is nog even willen inbrengen. Ja, maar toch die zorg. Want het gaat er niet om dat u daar verantwoordelijk voor bent. Maar u was tijdens die sessie, zei u van ja, we zitten eenmaal met een realiteit. Ja. Ik vind u ook een aanpakker en een doordenker. Dus toch even die zorg. Een heel praktisch punt wat andere gemeenten ook tegen gaan komen. Wat zou uw oplossing zijn? Nou kijk, dat construct van dat werkbedrijf, wat als een soort minimumconditie heeft, is dat het een soort regie-overlegtafel wordt. Dat moet erop toezien dat alle activiteiten die nodig zijn om die mensen aan het werk te houden, en dan is dit bijvoorbeeld, die behouden van die kennis op die detachering is daar één van. Die moet die verschillende verantwoordelijkheden, die sociale partners en de gemeente, die moeten aan tafel gaan zitten en zeggen, wie gaat in deze regio nou zorgen dat die kennis beschikbaar blijft? Laten we dat het SW-bedrijf doen. Huren we daar een privaat reïntegratiebedrijf voor in? Dat is eigenlijk precies, nou, ik zou bijna zeggen, een van de aspecten op dat lijstje wat dat werkbedrijf moet gaan bespreken. Dat wil niet zeggen dat altijd de partij het moet blijven doen die het nu doet. Maar op dat thema moet op die werktafel noem ik het regelmatig. Daar moet een afspraak over gemaakt worden. En daar moet gezorgd worden dat die functionaliteit of die kennis geborgd is. Tot slot, want ik kijk even op het horloge van meneer
Maar ik wou toch één ding noemen waar ook in het groepje de aandacht voor gevraagd is. En dat is het perspectief van de burger. Er was een meneer die zei heel terecht, er zit nu een groep jonge mensen, die zit bijvoorbeeld op het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. En die wordt in de loop van volgend jaar 18. En wat wij echt met elkaar moeten doen, en ik denk dat ook daar die werkbedrijven een goede drager voor zouden kunnen zijn, is dat we aan die groep duidelijk maken, waar moet je nou op 1 januari voor wat zijn? Want ik vind het echt dat we het aan onze stand verplicht zijn. En dat is dus volgens u de taak van het werkbedrijf? In het werkbedrijf moeten UWV en gemeente en alle andere betrokkenen zeggen, hiervoor moet je bij dat loket of bij die partij zijn. En ik zou het mooist vinden als we dat ruim voor het eind van het jaar, in een net boekje of op een prima website, maar dat we het in ieder geval aan die groep en de ouders van die kinderen, als we dat met elkaar helder Ja, want daar zegt maken. U iets. Het ging inderdaad, hij zei, waar moet mijn zoon naartoe? En ik weet niet hoe het met u zit. Ik heb volgens mij een behoorlijk inlevingsvermogen, maar dat raakt toch nog meer als iemand dat zo zegt. Het gaat om mijn kind en waar gaat hij naartoe als hij 18 is? Natuurlijk is er nog veel meer op te merken. Dat mag u heerlijk zo meteen doen bij een borrel of bij het diner. Maar ik wil niet in een al te lange discussie belanden. Hashtag Divosa voor meer suggesties, want er zijn er vast meer. Een soort wisdom of the crowd. Denk alsjeblieft mee en heb feedback op dit wat er gezegd is. Ik wil u hartelijk danken, want wij hadden gedacht, korte gesprekjes in discussie. Maar de techniek laat het even zo. En ook dat is een huis in de verbouwing. Applaus voor dit panel, dank u wel. APPLAUS